Danneke, wie klaagt om vrouwen? Niemand kan u horen. Morgen bij het ochtend krieken kom ik weder. Morgen? Waarom morgen? Morgen zal deze jonge schöne Wülpse Maagd 18 Jahren geworden geweest sein und zal ik haar haben. Oh weh! Oh weh! Oh weh! Er mosselen zwemmen in de zee! Dat van die wassers. Waar staat het toch in? Waar staat dat in? En mijn brochure? Oh, wacht. Beste moeder, ik ben niet. Mijn dierbeminde dochter, dat ik in zo'n zware
Ik stel u hier op dat podium vanwege omstandigheden die niet te voorzien waren. Als voorzitter heb ik de plicht om er alles aan te doen omdat de voorstellingen goed zult afkomen. Nog het wat? En ik zeg dat ik erop kom. Een nenk. Proof zeg ik. Ja, ik heb het. Kan je zeggen dat vanavond nog vier keer mijn telefoon hebt? Van je hebt een andere kwiet van Sabba. Ze heeft dat de rekeningen niet betaald. Dat is nog nooit gewoon zeker. Vals! 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 Ja, oké. Oh, moest ik even? Ja, moest ik even? Moest ik even? Hij heeft die facteur van Sabba nu betaald. Sabba? Sabba? Kun je dat vergeten? Ik ga laten. Hoe weet je waarop er dan komt? Want daar heb je hyper zwerk voor je draag. Ja, wat weet dat postje van Sint-Door is nog vrikom, die manker? Ik kon dat... Je kon dat direct van betalen en Martin zelf bakken. Ja, we kunnen dat nog doen. We gaan het dan een woord. Ja, maar je kunt niet meer op dat podium, mee, manneke. Ja, maar toch goed verstaan, hè? Agel, zou je alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn om... Waarom? Eigenlijk hier moest al niet gelijk, hè. Dat moet nogal wat belachelijk zegt zijn om de vent hier de rol van de burgemeester te spelen. Ik wil hem maar zeggen... Ja, ik geef het toe dat je weer beter kunt acteren dan ik. Oh, dus je roept op weer van de muur. Hallo! Kom! Dat gaat me zeker